Hoe lang heb jij? Helmoet Lotigiers. Nee, die ken ik niet. Oh, u heeft uw naam ingekort. Helmoet Lotti? Ja, natuurlijk ken ik die. De kuifje van Operaland. U verovert de hele wereld. Iedereen kent u. Maar u bent toch een Vlaming? Maar vindt u mij dan niet onopgevoed, lawaaierig, grof in de bek, grof in de mond? Oh, dat komt nu wel goed van pas. Ah, u heeft een groot optreden in Duitsland, dat verklaart het. Ja, Herr Lotti, daar ken ik me zeer goed als. Helmoet Lotti in Hamburg. Ik kom sofort. Vandaag ga ik aan het werk voor een Vlaamse, beroemde, eigenlijk een wereldberoemde zanger, Helmoet Lotti. Zijn carrière begon in 1989 op Nederlandse bodem, toen die verkleed als Elvis Presley tweede werd in Henny Huismans Soundmix Show. Nu, 10 jaar na dato, heeft hij meer gouden en platina platen dan er aan de muren van zijn ongetwijfeld riante villa passen. En niet alleen gouden platen uit België, vandaag speelt hij in Hamburg, want Duitsland is op plat, maar ook Scandinavië. Zuid-Afrika, Amerika, overal roept men om Helmoet Lotti. Wat is zijn geheim? Waarom vallen met name vrouwen met bosjes in zwijm zodra deze ideale schoonzoon met een hoge aaibaarheidsfactor zijn populair klassieke liedjes kweelt? Hij lijkt wel een beetje op een mannelijke sirene die de vrouwen waar hij voor zingt hypnotiseert, betovert en verleidt. Nu ben ik toch heel benieuwd of ik ook gevoelig ben voor die fameuze Lotti Touch. Maar niet te veel natuurlijk, want anders komt er van werken niets terecht. En werken zullen we vandaag. Het is natuurlijk een verwend aapje, die Lotti. Het is natuurlijk een fantastisch ontbijtje op bed. Een ontbijt is de belangrijkste maaltijd van de dag. Zo heel ja. Oh, u bent al wakker en helemaal aangekleed. Ja, tuurlijk. Nou, PA meldt zich voor dienst met ontbijt. Kom rustig binnen. Ik ga proberen rustig binnen te komen. Hallo? Mylène de Lange. Oeh. Dag Mylène. Charmed. Dat vind ik nou leuk, hè, die handkus, dat dat nog bestaat. Zijn wij een theemens of een koffiemens? Warme chocolademelk. Oh, daar is hij. Lekker zitten. Mylène, dat is toch een merk van cosmetica. Ik weet dat er een zeepje is wat zo heet. Nee, dit is gewoon een heel merk van cosmetische, een hele lijn van cosmetische producten. De Mylène. Grappige beller. Bent u nou een heel gedisciplineerd mens om uw stem een beetje te sparen? Ik doe mijn best. Af en toe spring ik eens uit de band, maar meestal ben ik toch wel redelijk gedisciplineerd, ja. U werd in Nederland de kuifje in Operaland genoemd. Wat vindt u van die titel? Ik heb die zelf gelanceerd. Oh ja? Ja. Omdat u zich zo voelde? Ik voel mij nog zo. Ik kom eigenlijk overal terecht waar ik helemaal niet in pas, zo op het eerste zicht. En toch lukt het wel altijd redelijk. Dat is bij Tintin, de kuifje, eigenlijk ook zo. Ja, een kuifje is ook zo'n lief mannetje waar iedereen van houdt, hè? Dat weet ik niet. Ja. Dus, Kuifje is net zoals alle stripfiguren zo neutraal, zo seksloos ook, zo. Ik weet niet. Zo om. Ja, ik kan hem niet voorstellen dat hij een vrouw in beminning is, Kuifje. Nee, hè? Nee. Bij u kan ik me dat wel voorstellen. Ik ook. Moet je opletten hoe Helmoet Lotti eruit ziet nu. Wow! Lucien van Impen, de laatste Belgische toerwinnaar. 6 maal de bootjestrui gehad voor de beste klimmer. En gezien ik ook een berggeit ben, spijtig genoeg zijn er geen bergen in deze buurt. Dat rap ik er niet afrijden, hè? Ja. Natuurlijk niet. Waar zit de rem? Wat me helemaal suf. Ah. Souplesse, meisje. Souplesse. Souplesse.
is wel echt een wielrennersfiguurtje. Ja, en vooral ook de domme kop van de Flandriaan, dat heb ik ook wel. Maar de twee passies van Helmut Lotti, dat is wielrennen. En vrouwen. En Elvis Presley. Ah. Toch? Vreemde combinatie trouwens. Ja. Maar als hij wat meer gefietst had, was hij ook zo'n moddervet niet geworden. Nee, dat is waar. Maar wat is er nou zo belangrijk aan Elvis Presley? Ik denk dat hij artistiek niet zo belangrijk geweest is als de Beatles. En zelfs nog niet zo belangrijk als Buddy Holly. Denk ik dat hij als cultureel fenomeen, als maatschappelijk fenomeen vooral, toch wel een belangrijke rol heeft gespeeld. Ja. De rebel. Die heeft wel heel veel muzikale stijlen, hè? En u betovert de vrouwen waar u voor zingt, meneer Lotti. Ja. U betovert ze als een mannelijke sirene. Ja. Ik heb daar nog nooit op gelet, maar nu moet ik heel eerlijk zeggen. Ik heb liever dat ze niet weer praten tegen mij terwijl ik aan het fietsen ben. Ik heb eigenlijk liever dat je gewoon naast mij rijdt en niks zegt. Oké. Okay. Zeg niks meer. En geniet van het mooie landschap. Ja. En die mooie bolletjes dragen. Ja. Mooi is dat nu wel niet, hè? Het ziet er eigenlijk gewoon verschrikkelijk uit. Het ziet er heel vreemd uit. Dat ze nooit iets anders hebben uitgevonden. Ik ben blij dat hij niet zo'n druppelhelmpje op heeft. Kasseien. Hé. Waar gaat dat in maar regen? Ik ben een kasseienvreter. Ik heb ze. Ze is kapot. Ze is kapot. Ik ben de bergkoning. Oh, ik had het niet in de gaten, sorry. Ja, u heeft een radio-interview. Was u dat alweer vergeten? Hallo. Schönen Tag. Ja. Radio, Duitse radio gaan we nu doen, toch? Ja, maar ik ben zo iemand, ik laat dat allemaal op mij afkomen. Ja, ja. Ik krijg zo'n lijst 's morgens, of de dag ervoor. Dus ik moet het goed in de gaten. Ik kijk daar vervolgens niet naar en dan vertellen de mensen die bij mij zijn... Wacht nou toch, straks komt hij tussen de schuiven. En de mensen die bij mij zijn, die vertellen mij dan wat er te doen is. Dus, ja, dus u moet mij nu zeggen dat wij een radio-interview gaan doen. Wij gaan nu een radio-interview doen, meneer Lotti. Oh la la la. Gelukkig ken ik feilloos de weg in Hamburg. Ah ja. Dus u hoeft niet bang te zijn dat we verdwalen. Ja, maar ik heb sowieso niet veel schrik bij Nederlanders in de wagen. Echt niet? Want als die ergens tegenrijden, dan is het toch heel traag. Nederland is ongeveer het enige land waar de mensen zich aan de snelheidsregels houden, hè? Ja, irritant, hè? Nee, eigenlijk heel goed. Oh. Vindt u het leuk om interviews te doen? We gaan nu naar het radio-interview. Interviews, dat is een noodzakelijk kwaad, hè? Ja? Ja. De promotie, dat is zo... Ja, het hoort erbij, hè? Ja, maar dingen gaan vertellen die iedereen al weet, maar voor de 35e keer. Ja, ook omdat ze bij de radio niet weten wat ze nog nieuw moeten vragen en zo, dat is... Dat is best wel vervelend. Ja. Ja, u past hier wel hoor, in deze entourage. Uw naam, Helmut Lotti, dat is erg Duits. Ja. Herman Brood die zei dat tegen mij. Helmut Lotti, wat een eer u te ontmoeten. Maar ik dacht dat u een oude dikke Duitser was. Tadaa. De star. Ik moet dus echt opletten wat ik zeg, want dat staat constant op. Dat staat constant. Ik zal de deur maar dicht doen, zeker. Wat een kracht. Alles goed? Ja, en zij? Ja, zeer goed. Het ziet er schon so elegant aus in deze tijd. Vielen dank. Ja, en ik? Hallo, Tana. Hallo, wie geht's denn? Gnädige Frau, gut. Guten Tag. Ik ben die persönliche Assistentin van de Herr Lotti heute. En machen Sie das Interview, oder Sie? Ich mache das Interview. Ah, gut. Het is wel niet gebruikelijk dat mijn assistent naast mij komt zitten terwijl ik interviews geef. Ik moet u behoeden voor. Foute en vermetele uitspraken, meneer Lotti. Also, ik wilde Sie jetzt aan die arbeid lassen. Ja, ik vind dat ja ganz wunderbar. So. Schon zum zweiten Mal heute die Helmut-Lotti-Nacht auf 90,3. Sie sind ein sehr sympathischer, ein sehr menschlicher Mensch. Danke. So lekker bescheiden. Seit der letzten Helmut Lotti Nacht ist viel passiert und seit Ihrem letzten Besuch hier im Studio, Helmut Lotti, Sie haben geheiratet und man hat mir aufgetragen, von Ihren Verehrerinnen Sie als erstes zu fragen, wie man sich denn nun als frisch gebackener Ehemann fühlt.
Ik moet zeggen, ik voel me ganz goed. Maar eigenlijk had zich niet zoveel geändert. Nur dat ik nu zeggen kan dat Carol mijn vrouw is en niet nur een vriendin. Ik werde Ihnen mal entsetzen aus die Kühlschrank. Danke. Danke. Nou, dat was heel professioneel, meneer Lotti. Oké. Okay. Nee, u moet gaan zitten. Ik ga namelijk rijden. Ah ja. Ja, maar ik weet dat u dat vervelend vindt. Ja, ik dacht op deze manier kan ik het oplossen. Nee, dat wordt niet opgelost. Maar we hebben straks nog een interview met een Finse journaliste. Ik zal haar vertellen dat ze niks mag vragen wat ze heeft kunnen opzoeken. Dank u. Je moet ze toch altijd helpen, hè? Ah, daar is Sophie Ruotsi, daar is ze. How are you? Fine, thank you. How are you? I'm fine. Hello, I'm Lena Lahey's personal assistant. Where are you from in Finland? From Lapland? Because in the north, the women are kind of small. Ze is echt schattig, hè, vind je niet? Ze is echt. Ik vind ze gewoon schattig. Het is een minivrouw. Yeah. Mr. Lotti just told me that he doesn't like questions. That are always the same, like when were you born and those kind. But you are not like how that. How did your career how start? How did your career start? I mean, you can check all that crap everywhere. U heeft anderhalf uur de tijd. Mag ik wat water alstublieft? U mag wat water. Allora. Oké, okay, aqua is va voor signore Lotti. Signore Lotti, va bene. Un acqua senza casco. Altijd maar weer cadeautjes, hè, meneer Lotti? Ja, maar dit is iets anders. Dit is van een journalist. Oh. Dit is zeer ijsbaar. Een polarbeer. Een ijsbaar. Ja hoor. Echt een cadeau voor een volwassen man. When I met her, he had the song out. And that was called Oetourdel. Oetourdel. Ik zie gewoon dat hij er weer helemaal aan het inpakken is. Met die oogjes zo. Mm. Yes, very tasty. Het wordt een jagend stuk in de Finse Courant. Smakelijk eten, meneer Lotti. Dank gaat u wel. Gaat het goed? Ja, ja, alles gaat nog naar wens. Ja? Or kiwi, that's good too. Oh kijk, ze neemt foto's. Ah. Make love to the lens, Mr. Lotti. It's like a musical. If someone comes with a good story, I can make a musical out of it. Can I interfere for one moment? The time no. is almost up. Mm-hmm. Do you need some more pictures? Yes, I need good pictures. Okay, could we? Nee, ja, nee, ja. Ja, 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 zo. Zeg, ik word nog helemaal goede maatjes met die vrouw. Hier daar, een tankabouter. Ik ga echt nu ingrijpen. Maar kom, op het podium gebruik ik zo ongeveer 2,5 octaaf. 2,5 octaaf. En daar kan ik toch de meeste liedjes mee zingen. Ja, dat is een behoorlijk bereik. Dat is natuurlijk het voordeel dat André Rieu wel heeft. Hè? Die hoeft niet te zingen. Als die man morgen verkouden is, kan hij zonder probleem nog viool spelen. Ja, dat is waar. Hij zei dat het snot op zijn snaren drijft. Ja. Dat is mijn telefoon. Ik weet het. Ja, maar... Met de persoonlijke assistente van meneer Lotti? Ja, Sef is niet meer. Hallo? Met wie spreek ik? Meneer Roelen, de manager heb ik aan de telefoon. Ja, het gaat fantastisch. Het gaat heel goed. Hij heeft er net wel 2 uur zitten praten met een Finse journaliste. Die hem echt helemaal niet meer los wou laten. Daar heb ik hem vanaf moeten rukken. Nou ja, niet letterlijk. Wat vindt u trouwens van onze Nederlandse artiesten zoals René Vroger, Litouwers, Frans Bauer? Ja? Het is een andere wereld dan bij ons. Er is duidelijk een smaakverschil tussen Nederlandse en Belgische mensen. Ja. Geen wat ze in